neem weer Marcel Positivo. Op weg naar succes. Ik gaf het al aan. Ik geef sales en motivatie training voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. Voor startende ondernemers, maar ook gewoon ondernemers die daar nou juist de knelpunten zien van of hun valkuil. Van nou, daar ben ik niet zo goed in, of we kunnen het wel een beetje bijspijkeren. Dan wil ik jullie graag ermee helpen. Als je ooit in een gesprek gaat komen, dat zal echt gebeuren, absoluut. Dan de eerste keer is het een beetje misschien stuntelig of niet de juiste woorden kunnen vinden. Dan ga je ook een keer op je bek. Ik ben ook regelmatig op mijn bek gegaan. Maar de keerzijde is dat ik ook voor megaprojecten en grote accounts, beursgenoteerde bedrijven in Nederland heb binnengehaald als klant. Dus dat is het dus niet. Het gaat om op het juiste moment er te zijn. En het belangrijkste is, als je naar de klant gaat op afspraak, is één, dat is heel belangrijk, kom op je afspraak op tijd. Liefst nog ietsje eerder, niet een half uur, drie keer eerder, maar zorg dat je gewoon op tijd bent. Wees voorbereid. Dus je weet praktisch alles van de klant. Dus je weet gewoon dat het ook een BV is, misschien een familiebedrijf, want dan kun je je op verder beduren door de juiste vraagstellingen te gebruiken in de begin de small talk. Wat is een small talk? Daar kom ik later op terug. Dus goede voorbereiding is erg belangrijk als je naar een klant gaat. Zorg dat je gewoon goed gekleed bent. Erg belangrijk. Het hoeft niet altijd in een driedelig pak te zijn, maar wel, je ziet er gewoon goed uit in de zin van netjes geschoren. Je nagels, je handen zijn en zien er gewoon schoon uit. Je ziet er gewoon perfect uit. Anders sta je eigenlijk al met 1-0 achter als je daar binnenkomt bij die prospect. En elke klant is anders en pas je dan aan het niveau. En dat is zeker dat is van belang. Kijk, als je bij, geef maar een voorbeeld. Als jij sales manager bent in de horeca, in een café komt, dan hoef je daar echt niet in een driedelig pak te komen. Maar dan ben je een beetje gepast, gekleed, casual. Dat is natuurlijk altijd goed. Maar zorg nogmaals dat je goed gekleed bent. En ook is het taalgebruik belangrijk. Is het gewoon een directeur van een groot bedrijf met een bepaalde status? Ja, dan zorg jezelf ook dat je een beetje gewoon je aanpast aan het niveau. Maar je zit met ergens in een garage op een oude industrieterrein. En dan kun je natuurlijk wel een lolletje maken, een mopje, een grapje. Jij zorgt wel dat je altijd de leiding van het gesprek hebt. Dus heel erg belangrijk, als iemand de leiding gaat overnemen, op wat voor niveau dan ook, dan ben je gewoon verkocht. En zorg dat jij altijd de leiding hebt van het gesprek. Daar begint de basis. Voorbereidingen, verdiepen in het bedrijf, op tijd zijn, goed gekleed en zorg dat je de leiding van het gesprek hebt. Daar wil ik het even bij eindigen. En tot de volgende keer en Marcel Positivo en tot de volgende tip. Ciao, je kan het zeker. Ik ben ervan overtuigd dat ik ga je helpen. Maar straks sta je er alleen voor. Tot ziens. Ciao.